Goed, een rits inzetten in je haakwerk. Vaak de vraag, hoe doe ik dat in godsnaam? Nou, ik doe het met een haaknaald maatje 1 mm. Waarom? Dat er een goede scherpe punt aan zit. Je kan het ook met naald en draad doen, maar dit is voor mij het makkelijkste. Wat je doet, je neemt de rits, uiteinde, en je prikt, als je goed kijkt in de rits, zul je zigzagvormpjes zien. Indien niet, probeer zo'n 5 mm vanaf de buitenste rand door te prikken. Dus ik zet hem erin, tjoek, dan is hij door mijn rits heen geprikt. Dan pak het garen op, als je het garen goed strak houdt, kan je hem er zo doorheen trekken. Laat je het uiteinde hier bungelen. En dan ga je ongeveer weer 5 mm, dus een halve centimeter, vanaf het gat waar je de draad doorgehaald hebt, steek je naald weer naar beneden. Nou, dan prik je hem er weer doorheen. Zo, daar is die. Houd die lus vast, anders ben je hem kwijt. Ja, dus die pak je tussen je duim en je wijsvinger. Dan sla je naald om het draad en span het draad goed aan. En dan trek je hem erdoor. Het kan zijn dat je hem even met de hand wat moet helpen. Want ja, het is een maatje 1 en een draad is maatje 4. Dan pak je naald waar je mee haakt, dus het patroon mee haakt. Ik heb nu even naaldje 4,5 gepakt en dan haal je die lussen door. En dan trek je hem aan. Zo. Heb ik mijn eerste veetje gemaakt. Nou. Leg die naald aan de kant, pak ik weer mijn 1 mm naald en ik kijk goed. Ik ben er hier uitgegaan, ongeveer een half centimeter verder. En dan prik ik weer in. Zo. Dan is hij doorgeprikt. Dan pak ik die weer tussen mijn wijsvinger en mijn duim in. En die trek ik strak. En dan haal ik dat dus ook weer. Ik zal dit even naar onder doen, dan kunnen jullie het makkelijker zien. Dus ik pak mijn draad heel strak vast. En ik trek hem door het gat heen. En ik haal hem weer een beetje op met de handen. Zorg er wel voor dat je het goede uiteinde trekt, anders trek je die lus weg. Pak ik weer mijn naald, zet ik hem erop en haal de lus door en dan pas aantrekken. Nou, ik zal het jullie nog een keer laten zien. Dus ik pak weer mijn 1 mm naald, kijk waar ik ben eruit gegaan, ongeveer 5 mm verderop, prik door de ritstof heen, hou ik mijn lus weer goed vast, draad goed strak vastmaken en doorhalen. Draadje ophalen en dan pak je werknaald waar je haakwerk mee maakt. Zo. Die lus haal je daar doorheen en dan trek je de boel weer aan. Kan zijn dat je af de lus een beetje moet begeleiden. Nou, dit doe je dus door de hele rits heen en ook aan de andere kant. En hier heb jij een hele mooie basis om straks jouw haakwerk met vaste vast te kunnen maken. Je kan nu dus ook zeggen, goed, ik pak een stompe naald en ik pak even hier een naaldje pakken. Ik pak hem er hierdoor en ik pak hem door het werk en doorhalen en dan naar de volgende en doorhalen en de volgende doorhalen. Dus je kan het ook naaien doen. Dit is de beste manier, blijft het mooiste, hou je het patroon ook gelijk aan je werk. Ritsen inzetten.